ik ben Sherida met het Avondjournaal voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Het is met diepe droefheid dat we het tragische nieuws vernemen van het overlijden van een bromfietser na een noodlottig ongeval in Nikeri. Vanmorgen, omstreeks 9 uur, heeft de bromfietser achterop een vrachtvoertuig geknald op de Soekramsingstraat, met fatale gevolgen. De chauffeur van het vrachtvoertuig, die gestopt was ter hoogte van de Divanistraat, hoorde plotseling een angstaanjagende knal en stapte uit om de situatie te onderzoeken. Tot zijn ontzetting trof hij de bromfietser bewusteloos en niet aanspreekbaar aan op het wegdek. Ondanks alle inspanningen van hulpdiensten en medisch personeel kon het leven van de bromfietser niet worden gered. Omstreeks 11 uur heeft hij in het Mundra Medisch Centrum het gevecht verloren tegen zijn verwondingen. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en geliefden van het slachtoffer. En we bieden onze oprechte steun en medeleven aan in deze moeilijke tijd van rouw en verdriet. De Surinaamse politie voert momenteel een onderzoek uit naar de omstandigheden van het tragische ongeval, terwijl de gemeenschap samenkomt om steun te bieden aan de getroffenen. Mogen zij kracht vinden in deze donkere dagen van verlies. Nog meer verkeersnieuws. Het is met opluchting dat we mogen melden dat er geen persoonlijke ongelukken hebben plaatsgevonden nadat een auto vanmorgen vroeg in de Trends belandde langs de Vredeslustweg 2 in Suriname. De bestuurster van het voertuig verklaarde dat ze plotseling de macht over het stuur verloor, waardoor de wagen van de weg raakte en in de Trends terechtkwam. Hoewel dit een schokkende ervaring moet zijn geweest voor de bestuurster, zijn we dankbaar dat zij ongedeerd is gebleven. De snelle respons van de politie, die ter plaatse kwam voor onderzoek, is lovenswaardig. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig veilig uit de Trends te halen. We willen alle betrokkenen bedanken voor hun inzet. Surinames economische ironie, afhankelijkheid van groen goud. In een satirisch artikel werpt Dagblad Suriname een licht op de ironie van Surinames economische landschap, waarbij het land sinds de jaren 80 een pionier blijkt te zijn in wat bekend staat als de groene economie. Echter, deze groene economie draait niet om duurzaamheid, maar om de lucratieve handel in drugs, met name cocaïne. President Chandrikaprasad Santokhi wordt ironisch genoemd vanwege zijn schijnbare verrassing over de aanwezigheid van cocaïne in het land, ondanks zijn achtergrond als voormalig politiecommissaris en minister van Justitie. Het artikel spot ook met de trage reactie van de huidige minister van Justitie op het drugsprobleem, na jaren van peinzend voor zich uitstaren. Het schrijft haalt de hypocrisie aan van landen die Suriname bekritiseren voor zijn betrokkenheid bij de drugshandel, terwijl ze zelf hebben geprofiteerd van soortgelijke praktijken in het verleden. De auteur gebruikt humor om de uitdagingen waarmee Suriname wordt geconfronteerd bij het aanpakken van de drugshandel te benadrukken, terwijl tegelijkertijd de tekortkomingen van het antidrugsbeleid aan de kaak worden gesteld. De ironie van Surinames economische afhankelijkheid van de drugshandel wordt treffend beschreven, met een mix van sarcasme en spot. Het artikel eindigt met een satirische noot, waarbij wordt gewezen op de internationale beroemdheid van Suriname dankzij een Netflix-film, zij het om de verkeerde redenen. Ik ben Claire en dit is het Avondjournaal, abonneer, like en deel. Het is verontrustend om te horen dat veel Surinamers betrokken zijn bij drugsgerelateerde criminaliteit in België, met name in de regio rondom de Antwerpse haven. Volgens het hoofd van het Belgische Openbaar Ministerie zijn ongeveer de helft van de aangehouden drugscriminelen uit Nederland afkomstig, waarvan velen hun weg vinden via Suriname. Het lijkt erop dat er misbruik wordt gemaakt van visa die worden uitgegeven door de Nederlandse ambassade aan Surinamers, waardoor ze snel naar België kunnen reizen. Dit heeft geleid tot toenemende overlast en betrokkenheid bij drugsgerelateerde criminaliteit in verschillende delen van België. De autoriteiten hebben de Nederlandse ambassade aangesproken op dit probleem, in de hoop dat strengere visacontroles kunnen helpen om de situatie onder controle te krijgen. Het is belangrijk dat er samenwerking is tussen alle betrokken partijen om deze zorgwekkende trend aan te pakken en de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen. Weer grote brand, weer gezin dakloos. Aan de Adrianusstraat in Suriname is vanmorgen een woning volledig door brand verwoest. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar de materiële schade is aanzienlijk. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning in lichterlaaie stond.
De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bewoners van Nikkeri uiten hun ongenoegen over het afhaalsysteem voor ID-kaarten in de regio. Klachten over de complexiteit van het proces hebben de redactie van Dagblad Suriname bereikt, waarbij mensen die zijn opgeroepen om hun ID-kaart af te halen, worden geconfronteerd met het feit dat ze dit moeten doen bij een ander kantoor dan waar de kaart is vervaardigd. Een voorbeeld van deze situatie is Cheryl, die vanuit Nieuw-Nikkeri naar de oostelijke polders moest reizen om haar ID-kaart op te halen, wat ze pas ontdekte bij aankomst bij het hoofdkantoor. Ze vraagt zich af waarom het afhalen van de kaart niet op dezelfde locatie kan plaatsvinden als waar deze is gemaakt. Daarnaast brengt het reizen naar een ander kantoor extra kosten met zich mee, zoals taxikosten, wat voor veel bewoners een financiële last vormt. Tot op heden heeft de afdeling ID-kaarten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken nog niet gereageerd op de vragen van Dagblad Suriname met betrekking tot deze klachten. De bewoners hopen op een snelle oplossing voor dit probleem, zodat het afhaalproces van ID-kaarten efficiënter en gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt voor alle inwoners van Nikkeri. Het recente besluit van de regering om 560.000 hectare bos open te kappen voor grootschalige landbouwplannen heeft gemengde reacties opgeroepen in Suriname. Milieuactivist John Goedschalk heeft bij het kabinet van de president een petitie ingediend tegen deze plannen, waardoor de discussie over de balans tussen economische ontwikkeling en milieubehoud weer oplaait. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft echter benadrukt dat de focus ligt op productieve landbouwpraktijken en dat de opengekapte gebieden niet bedoeld zijn voor speculatie of verkoop aan derden. Hij verzekert dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer verantwoordelijk zal omgaan met dit vraagstuk en dat de plannen gericht zijn op het realiseren van grote projecten voor de ontwikkeling van het land. Deze uitspraken van Brunswijk benadrukken de ambitie van de regering om grootschalige landbouwproductie te stimuleren en economische groei te bevorderen. Tegelijkertijd roepen ze vragen op over de mogelijke impact op het milieu en de inheemse gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze bossen voor hun levensonderhoud. Het is duidelijk dat het vinden van een evenwicht tussen economische ontwikkeling en milieubehoud een complexe uitdaging is waarbij verschillende belangen moeten worden afgewogen. De komende tijd zal de discussie over dit onderwerp ongetwijfeld voortduren, terwijl de regering haar plannen voor de ontwikkeling van Suriname verder uitwerkt. Rijst. Het mismanagement van het pompgemaal Te Wake heeft gedurende een lange periode voor en tijdens de paddy-inzijperiode geleid tot ernstige problemen voor paddyboeren in Nikkeri. Het gebrek aan voldoende irrigatiewater heeft boeren gedwongen hun eigen waterpompen in te zetten, wat resulteerde in aanzienlijke brandstofkosten. Deze extra kosten hebben de totale productiekosten per hectare paddy verhoogd tot gemiddeld rond de SRD 12.500. Deze verhoogde kosten vormen het voornaamste struikelblok bij de besprekingen tussen boeren en opkopers over de paddyopkoopprijs. Terwijl opkopers begrip tonen voor de situatie van de boeren, stellen zij dat zij niet de volledige last van deze extra kosten kunnen dragen. De aangeboden opkoopprijs van SRD 792 per baal paddy staat ver af van de door boeren voorgestelde prijs van SRD 1435, gebaseerd op kostprijscalculaties en oogstopbrengsten. De slechte kwaliteit van de paddyoogst, gekenmerkt door veel breuk bij het pellen als gevolg van de aanhoudende droogte, heeft ook bijgedragen aan de moeilijkheden. Zowel opkopers als boeren zijn van mening dat de overheid zou moeten ingrijpen om de extra kosten van de boeren te compenseren, aangezien het de verantwoordelijkheid van de staat is om voor voldoende watervoorziening te zorgen. Hoewel de overheid eerder beloofde actie te ondernemen tegen het mismanagement bij het pompgemaal, lijken deze misstanden nu over het hoofd te worden gezien. Dit terwijl duizenden boeren financiële schade hebben geleden door het gebrekkige beheer van het pompgemaal en de sector miljoenen aan verliezen heeft geleden. Goudbedrijven Sarafina NV en Zijin schieten te hulp in de strijd tegen toenemende berovingen en criminaliteit in de omgeving van 21 Passie. Sarafina NV heeft een gebouw opgezet in Krabudoy, dat op vrijdag 8 maart aan de minister van Justitie en Politie is overgedragen, zoals gemeld door de regio midden van het Korps Politie Suriname, KPS, op donderdag 14 maart. Daarnaast heeft de Chinese goudmultinational Zijin, Rosebel Goudmijn, een dienstvoertuig en twee ATV's gedoneerd,
die vervolgens zijn overhandigd aan de regiocommandant van Midden. Het gebouw zal dienen als controlebureau, terwijl het voertuig en de ATV's zullen worden ingezet voor dienstverlening in het gebied. De politie heeft niet bekendgemaakt of en hoeveel agenten permanent in het gebied rond Krabbedooi zullen worden gestationeerd en het nieuwe bureau zullen bemannen. Het wordt door Regio Midden aangeduid als een controlebureau en niet als een politiepost of politiebureau. OW, geen dambreuk aan Brantimakaweg, wel wateroverlast door ontbrekend kleidam. Het ministerie van Openbare Werken, OW, heeft de meldingen op social media over een vermoedelijke dambreuk aan de Brantimakaweg te weg naar zee ontkracht. Een technisch team heeft na inspectie vastgesteld dat de dam stabiel is, maar wateroverlast heeft veroorzaakt op enkele percelen door het ontbreken van een kleidam op twee locaties. Hoewel de dam stabiel is gebleken, heeft het ontbreken van een kleidam op sommige plekken geleid tot wateroverlast langs de Brantimakaweg. Dit resulteerde in het deels wegspoelen van de weg op drie plaatsen. Gelukkig heeft het water zich niet verspreid over landbouwpercelen, maar is het afgevoerd via watergangen. Het ministerie heeft in het verleden preventieve maatregelen genomen tegen overstromingen, zoals het indrukken van palen langs de kustlijn en het opwerpen van dijken. Deze maatregelen worden nog steeds onderhouden om erosie en de stijgende zeespiegel tegen te gaan. Ondanks deze inspanningen blijft het behoud van de dijkstabiliteit een uitdaging vanwege de toenemende zeespiegel. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de verwachte hoge waterstanden en het ministerie werkt continu aan het behoud van de kleidijk. Daarnaast zijn er plannen om acute oplossingen te bespreken voor weg naar zee en om internationale financiering te zoeken voor een duurzamere constructie die de buurt beter beschermt tegen overstromingen. Tot slot. Loobrug te Paranam in slechte staat, bewoners bezorgd. De loobrug over de Paradoorsteek te La Vigilancia, Paranam, verkeert al sinds begin dit jaar in slechte staat. Op 9 januari werd de brug afgesloten vanwege de slechte conditie. Dit baart bewoners zorgen, aangezien velen dagelijks van de brug gebruik maken. Minister Rayet Nurmohamed van Openbare Werken meldt dat het herstelproject al is aanbesteed en gegund, maar de ondertekening van de overeenkomst kan nog 2 maanden duren vanwege bureaucratische procedures. Dit biedt weinig geruststelling aan bezorgde bewoners. Tot slot het weer, weersverwachting voor Paramaribo. Vandaag, het blijft vandaag bewolkt in Paramaribo, maar geleidelijk wordt het droger. Vanochtend kunnen er nog regenbuien voorkomen, maar in de loop van de dag neemt de neerslagkans af. De temperatuur stijgt tot ongeveer 33 graden Celsius en er waait een matige wind met windkracht 3. Vanavond en vannacht, ook vanavond blijft het bewolkt met kans op een regenbui. De temperatuur daalt naar ongeveer 25 graden Celsius. Morgen, voor morgen wordt een vergelijkbaar weerbeeld verwacht, met bewolkte perioden en mogelijk enkele regenbuien. De temperatuur zal opnieuw rond de 33 graden Celsius liggen, met een matige wind uit verschillende richtingen. Ik ben Naomi voor TV 48 Nieuws. Vergeet niet like, abonneer en deel onze nieuwsvideo's. Bedankt voor het kijken. Tangboom.